Iedereen hier op de GroenLinks-fractie weet dat ik een ongelooflijk fel tegenstander ben van roken. Ik heb echt helemaal niks met de tabakslobby. En dat was dan ook wel een van de redenen waarom ik heel verbaasd was dat ik maandagavond via LinkedIn een berichtje kreeg van een headhunter waarin ik werd gepolst om lobbyist te worden van de tabaksindustrie. En eerlijk gezegd, ik was daar verbaasd over, maar ik vind het ook wel heel erg brutaal dat een zittend Kamerlid wordt benaderd voor zo'n functie. En nou ja, om te vragen waarom ze dat doen en hoe ze in hemelsnaam bij mij uitgekomen zijn, ga ik ze bellen. Hallo, met Paul Smulders. Hallo Paul. Hey, wij zouden even bellen. Wat zeg je? Wij zouden even bellen. Ja, inderdaad. Ik verwacht je telefoontje. Ah, fijn. Hoor je mij goed zo? Ik hoor jou goed, zeker. Hoor jij mij goed? Ja hoor. Fijn. Een beetje meer geluid zo. Dan hoor ik je nog beter. Dus ja, ik had mij ook geschreven omdat de interesse zou kunnen hebben in de functie als Public Affairs Manager bij ons. En je had aangegeven dat je er wel interesse in hebt. In principe ben ik natuurlijk degene die naar jou heeft geschreven, dus ik vraag me af of jij misschien vragen hebt om mee te beginnen. Zeker. Nee, mijn eerste vraag is eigenlijk heel simpel. Hoe zijn jullie eigenlijk bij mij uitgekomen? Ja, ik ben natuurlijk op zoek gegaan naar LinkedIn. Specifiek naar mensen die met een relevante politieke achtergrond, die over een relatieve politieke achtergrond beschikken. En ja, zoals ik ook al omschreef, ik vond het wel eigenlijk interessant. Het leek me iets wat, ja, wel iets anders dan wat je misschien niet hebt gedaan tot nu toe. Maar ja, iets wel in het milieu, zeg maar, wat voor ons ook interessant is. Je hebt wel in een hele andere branche gewerkt als in Public Affairs. Maar ik dacht, ja, misschien vind je het wel interessant, hè? Vandaar. Ja, maar waarom het me eigenlijk wel verbaasde is omdat ik natuurlijk Tweede Kamerlid ben. Dus ik zit op dit moment in het parlement. Dus dat ik als Tweede Kamerlid word gevraagd voor zoiets. Ja, maar dat heb ik met opzet zo gedaan. Omdat je in de Tweede Kamer zit, een heel goed netwerk hebt. Wat voor ons natuurlijk heel interessant is. En je hebt natuurlijk ook daardoor waarschijnlijk de skills in huis die je ook nodig hebt in deze functie. En kijk, want ik ben zelf eigenlijk heel kritisch ten opzichte van de tabaksindustrie en mijn partij ook. Is dat dan geen bezwaar voor zo'n functie? Ik zie inderdaad, je zit met GroenLinks voornamelijk op dit moment, toch? Zeker. Binnen de GroenLinks fractie. En dat maakt het juist nog interessanter natuurlijk. Kijk, in deze functie als Public Affairs Manager is het natuurlijk wel belangrijk dat je achter het bedrijf staat. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar in principe ligt het natuurlijk helemaal aan wat jij belangrijk vindt in de maatschappij en omtrent tabak. Dat is iets wat je voor jezelf moet beslissen. Maar als jij zoiets hebt, maar eigenlijk dat je daar wel in staat bent om, en dus het ook een uitdaging vindt misschien om daar toch een beetje de visie misschien op te veranderen. Misschien binnen de partij ook, dan is dat wel eens dat, misschien iets voor jou. Ja, nou, ik heb daar zelf heel grote twijfels bij, omdat ik ben hier gewoon echt heel erg uitgesproken tegen, maar ik waardeer wel heel erg je openheid. Jij doet gewoon je werk, maar eigenlijk ben ik hier niet van gediend, dat jullie met als Kamerlid deze vraag stellen. Nou, we hebben regels in Nederland rondom hoe we omgaan met de tabaksindustrie. En bijvoorbeeld
Jullie mogen niet lobbyen op ministeries. Dat zijn internationale verdragen waar ook Nederland achter staat. En als ik nu als Kamerlid van GroenLinks benaderd word om voor jullie te gaan werken, vind ik dat zelf heel erg ingewikkeld. Maar ik vind het wel goed om van jou te horen dat dus echt een serieuze optie is. Ja, zeker weten. Maar ik begrijp niet helemaal waarom je dat over de groep begrijpt, omdat je dus eigenlijk niet hebt gereageerd omdat je de interesse had in de functie, maar eerder omdat je benieuwd bent naar de achtergrond waarom ik je heb gecontacteerd. Begrijp je dat goed? Ja, dat klopt. En om te voorkomen dat ik iets doe wat misschien niet mag, of om te voorkomen dat ik dus in dezelfde soort situatie kom, zou ik graag als je wilt uitleggen, begrijpen wat dan precies het probleem daarmee is. Ja, zeker. Kijk, ik heb zelf echt een enorme afkeer van roken. En ik heb ook heel weinig met de tabakslobby en alles wat daar omheen gaat. Dus ik was echt oprecht heel erg verbaasd toen jullie mij die vraag stelden. En ik had zelfs heel erg voor mezelf de vraag van, is dit serieus? Word ik echt als zittend Kamerlid gepolst om mijn baan op te geven en voor de tabaksindustrie te gaan werken? En dat was wel de reden dat ik denk, ik bel jou gewoon even om dat gewoon echt na te checken. Is dat echt zo? Nou, blijkbaar is dat echt zo, dat bevestig jij. Dus dat zorgt ook wel dat ik eigenlijk een nog negatiever beeld heb van de tabaksindustrie. Ja, interessant. Goed. Ja, volgens mij... Ik begrijp het dan nog steeds niet helemaal waarom je dan daar zo heel erg van de baas bent. Ik bedoel, ik wil voorzitter heel erg blijven met het huidige baas binnen de Tweede Kamer. Zeker. Voorrecht. Iedere dag. Ja, maar goed, dat zie je natuurlijk als buitenstaande niet. Hè? Dus dat is ook eigenlijk de reden waarom wij recruiters überhaupt werken. Om te kijken of misschien iemand individueel interesse heeft in een andere baan. Dus ja. Ja. Want hebben jullie ook andere Kamerleden benaderd? Jazeker. Oké. Okay. Interessant. En ik heb ook positieve reacties gekregen. Dus. Oké. Okay. Nou ja, volgens mij kunnen wij dit gesprek afronden. Ik ga niet bij jullie solliciteren of werken. En ik vind het wel heel fijn om jou even gesproken te hebben. Oké, nou goed. In ieder geval, bedankt voor je interesse. Ik moet jullie zeggen, ik begrijp nog steeds helemaal wat het probleem is. Maar ik wens natuurlijk heel veel succes in je huidige baan en in je werk binnen de Tweede Kamer. Goed, dankjewel. Tot ziens. Oké, tot ziens. Dag. Fucking bizar. Niet normaal, toch? Ik vind het echt heel erg raar. Ik vind het ook echt best wel shocking. Ja. Ja. Omdat het dus echt is zoals je denkt dat het gaat. Ja, maar wat zij gewoon zegt. Of ik dan mijn standpunten kan veranderen en of GroenLinks de standpunten zou veranderen. Het is juist heel interessant, omdat je bij GroenLinks werkt. Oh. Om voor hun lobbyist te zijn. Ja. Ik snap het helemaal. Maar het is natuurlijk heel bizar dat je een volksvertegenwoordiger gaat benaderen om eigenlijk zijn netwerk en inhoud. Ik bedoel, alsof jij zo zou kunnen draaien en een heel ander standpunt zou kunnen innemen als mens. Ja, dat, maar ook dat overduidelijk is dat ik er niet van gediend ben. En dat ik dan zeg van ja jongens... Vind je dit normaal? En post jullie meer Kamerleden? Ja. En we hebben ook positieve reacties. Nou ja, dat kan. In ieder geval niet van mij.